Complotten. De internetgemeenschap krijgt er geen genoeg van. Het mysterie rond 9-11, de maanlanding die nooit zou hebben plaatsgevonden en giftige wolken uit spruivliegtuigen. Op fora en weblogs krijgen de Nederlandse media er flink van langs. Ze zouden bewust deze zaken verzwijgen. Maar waarom wordt de media zo gewantrouwd? Die medialeugens, want ik vind echt tegen leugens aankomen, zijn zo alom aanwezig. Het wordt zo door je strot geduwd. Dan kom je in een heel ander domein. Dan kom je in het domein van crowd control. Dan kom je in het domein van PR, van propaganda. En mensen hebben daar weinig verweer tegen. Wij vinden bijvoorbeeld 7-7, de London bombings. Madrid, wat alle Spanjaarden, de meeste Spanjaarden ook vinden. Bali, 9-11, heel verdachte zaken. Het komt overheden altijd wel heel erg goed uit, dat soort aanslagen. Sapbroeder heeft meer lezers dan Trouw. En is slechts één van de vele websites die de mensen wil waarschuwen. Maar wat maakt die pagina's nou zo aantrekkelijk? Vroeger had je één gek op een zolder. Nee, dit was een geïsoleerde gek. Nu zijn al die gekken met elkaar verbonden en versterkt dat elkaar. En is het ook nog eens openbaar voor iedereen en te volgen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, het is eigenlijk een soort moderne religie. En je hebt allemaal gradaties in die theorieën. Dus er zijn mensen die geloven dat er überhaupt geen vliegtuig is ingevlogen. En dat het allemaal een groot hologram projectie is. Ja, volgens mij moet je er alleen maar om lachen. Want nu is gewoon de RSS-feed van het ANP. Die bedenken helemaal niets zelf. Die controleren helemaal niets zelf. Hebben ze ooit het nieuws van ANP of de instantie ANP, hebben ze die op integriteit getest? Dat weet ik niet. Maar nu is niets. Ja, die geluiden die ken ik. Dat is altijd een mooi cliché. En dat koester ik bijna. Maar het is ver bezijden de waarheid. Want we hebben ANP-berichten, we hebben NOVEM-berichten en we hebben ook eigen berichten. Dus dat is een mooie mengelmoes. Complotdenkers toveren overal feiten tevoorschijn. En weten zelfs de meest onwaarschijnlijke zaken logisch te maken. Heb je er bijvoorbeeld ooit aan getwijfeld of AIDS echt bestaat? Waarschijnlijk niet, maar het is dagelijkse kost voor onze complotters. Ik denk niet dat AIDS besmettelijk is. Ik heb grote twijfels dat HIV wel bestaat. Het probleem is, ja, op internet kan je alles betrouwbaar laten lijken. En iedereen linkt naar elkaar en iedereen roept van dit heb ik gelezen bij deze betrouwbare wetenschapper. En uiteindelijk blijft er niks over. Wat is de waarheid? Mogen die mensen zelf voor zichzelf niet uitmaken wat zij graag willen, als ze de waarheid willen zien? Heel veel mensen willen niet zien dat er een miljoen Irakezen zijn gedood. Die blijven nog steeds. En die lezen allemaal de krant. Geloof jij eigenlijk alles wat je leest? Ligt eraan welk media het is, maar welk medium. Maar anders ben ik vrij goed van vertrouwen. Op zich, televisie en daar moet je altijd je vraagtekens bij hebben. Maar zodra je gewoon meerdere media bij elkaar een beetje vergelijkt, en dan is de informatie meestal wel betrouwbaar, zeg ik. Je moet wel zelf blijven denken. Het zijn ook maar journalisten. Maar ik denk dat we hier in Nederland dat het een soort natuurlijke selectie is geweest. Waarbij alle journalisten die echt wat te zeggen hadden, die echt hun best deden, die zijn eruit gewerkt. Het is verdwenen. En er is een soort middelmatige cultuur van soft journalisten, van natte winden en ruggengraatlozen zijn, is er overgebleven. Een journalist zou een complotdenker moeten zijn, per definitie. Nou, een dosis gezonde achterdocht is heel goed en dat is ook wel de basis voor elke journalist. Alleen, waar houdt dat op en waar gaat het over in complotdenken?